Yo, what up, champs? Welkom vandaag weer bij een gloednieuw interview. Vandaag sta ik hier naast de one and only. Samet Stokie. Je hebt helaas je wedstrijd verloren. Het is even niet anders. Ik heb nog wel tegen je gezegd, je hebt goed gevochten. Maar jij begon gelijk alweer van, ja, maar als ik had gewonnen, dan was het anders. Ik kan moeten winnen. Punt. Ja, dat is gewoon de enige mindset die je hebt. 100%. Had jij een gameplan voordat je deze wedstrijd inging? Ik heb met een oude trainingspartner van mij een beetje doorgenomen wat ik het beste zou kunnen doen. Heb ik geprobeerd te doen. Op een gegeven moment neemt automatisme neemt het over. Dus weet je, that's it eigenlijk. Ja. Dan ga je een beetje op instinct vechten op die manier. Ja, zeker. Ja. Nou, je had sowieso inderdaad, hoeveelste A-partij van jou was dit trouwens? Mijn tweede A-partij, ja. Oké. Eerste los of tweede los? Wat bedoel je? Hoe had je eerste partij? Had je die gewonnen of verloren? Verloren helaas. Eerst los, ja. Nou, je tegenstander? De eerste partij heb ik zat ik totaal niet lekker in. Mm-hmm. Toen ging kut. Mm-hmm. Toen kwam ik wel eindelijk een klein beetje terug, maar gewoon veel te weinig. Die heb ik overduidelijk verloren. En bij deze hoorde ik dat mensen wel dachten dat ik had gewonnen, maar voor mijn gevoel heb ik zelf niet gewonnen. Jouw tegenstander was vooral heel veel knietjes aan het gooien, viel me op. Hij heeft ook tegen mij gezegd, hij maakte gebruik van elke keer als hij dichtbij was, dat hij dan knietjes kon gooien. Irriteerde jou dat tijdens de wedstrijd? Weet je, daar denk je, daar sta je niet eens bij stil, eerlijk gezegd. Snap je, doet geen pijn, niks, je voelt niks, ik heb nergens last van. Ik weet wel dat hij mij met knie heeft geraakt, maar... Mm-hmm. Is dat niet ook een beetje die adrenaline die nog in je zit, of niet meer? Nee, dat zou ik het nu wel voelen, denk ik. Ja? Dus ben ik gewoon niet goed geraakt met de knieën. Ja, want je ziet er nog redelijk vrolijk uit, man. Ook als ik jou net door die zaal zag lopen, elke meter dat we een stap zetten. Het heeft een uur geduurd totdat we hier zijn gekomen, om het zo te zeggen. Het is mijn thuisstad, weet je. Ja. Dus, en ik draai al lang mee in deze sport. Dus ik ga niet zeggen dat ik bekend ben, maar... Ik ben in ieder geval niet onbekend. Ja, je mag het zeggen, hoor. Ik ben niet onbekend. Oké, is goed. Lekker bescheiden blijven, inderdaad. Dan is de grote vraag natuurlijk. What's next voor de toekomst? 11 november. Doetinchem? Ja, 11 november Doetinchem. En Fusion ook? Ja, tegen Jael Hitaboen. Ze gaat zijn afscheidspartij vechten, volgens mij. Okay. Dus we zijn ongeveer zelfs leeftijdsgenoten. We zijn leeftijdsgenoten, dus voor de leuke pot. Verwacht jij nog heel lang mee te draaien in deze sport? Ik heb nu 42 partijtjes gedraaid, met die vandaag meegeteld. Ik wil 50, dan vind ik het mooi geweest. Ja, dat zijn toch nog wel wat partijtjes eraan dus. Ja, maakt niet uit. Ik heb nog tijd. Ik ben fit. En ik zorg ervoor dat ik zo fit mogelijk blijf in ieder geval. En dan... Ja. Daarna zie je het wel weer. Want je hebt inderdaad dan voornamelijk bij de B- en C-klasses gevochten, als ik het niet fout heb. Veel B-partij gedraaid, veel C-partij gedraaid. Dus, Ja. Nou, in ieder geval, je ziet er in ieder geval nog hartstikke goed uit. Dus volgens mij in ieder geval geen één partij ben je er echt uitgekomen. Ben je al ooit knock-out gegaan trouwens? Ik ben één keer uit de ring gevallen. Mm-hmm. Viel ik mijn achterhoofd uit een best hoge ring. Toen verloren, knock-out. Even kijken, hoe heet die jongen ook weer? Fuad Bunda heeft mij knie op mijn kaak gegeven. Mm-hmm. En stond ik op, maar toen dacht ik, fuck this shit. Dus, Dit wordt toch gewoon dan niet meer? Toen, ik zat sowieso ook niet lekker in die partij. En toen, ik dacht dat hij mij een stoot had gegeven. Het was eindstand gewoon de knie. En ik weet nog dat ik tegen hem zei van, ja, was een stoot toch? En toen, het was gewoon een keiharde knie. Knie op mijn kaak en toen, ja. Dat is klaar. Nou, in ieder geval, jammer voor vandaag in ieder geval. Nee. Volgende keer, dat wordt sowieso een win, toch? Ga voor, 100%. Wil je nog een shout-out doen naar iemand thuis? Of wil je nog iets zeggen voor de kijkers thuis? Shout-out doen naar mijn trainer, Moad Roen. Shout-out naar Amir. Suwal is er nou even niet, volgens mij. Hij is daar. Ik heb geen bril op, sorry bro. De masseur. Mijn team, Roland, mijn teamgenoot, trapt me altijd in elkaar. Daar worden we hard van. En dat blijkt. Tijn was vandaag ook bij, heeft mij opgehyped voor de wedstrijd nog. Ik heb nog even met hem warm gedraaid. CR natuurlijk. Gewoon iedereen van Matty's Gym. En Nijmegen, iedereen die is komen kijken. Mijn familie, gewoon iedereen. God natuurlijk, Allah.
Mooi, man. Iedereen, man. Shout-out. Ja, dan wil ik je hartstikke gaan bedanken, bro. Wil ik je bedanken. Sowieso. Goes. Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.